Maatschappij 2, hoofdstuk 9. Burgers, media en pressiegroepen. Invloed van de media. Nog even de verschillende media. We hebben radio, kranten, tijdschriften, televisie en internet. De media vervullen 5 functies. Ze hebben een informatieve functie, een agendafunctie, een commentaar- en meningsvormingsfunctie, een controlerende functie en een spreekbuisfunctie. De informatieve functie. Daarbij geven de media informatie over bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld verkiezingen, debatten, staatsbezoeken. Je krijgt dus gewoon informatie over wat er gebeurt. De agendafunctie. De media besteden aandacht aan maatschappelijke problemen. Hierdoor komen deze problemen op de politieke agenda te staan. Bijvoorbeeld het rookverbod en het fileprobleem krijgen veel aandacht in de media en daardoor komt het in de politieke agenda te staan. Commentaar- en meningsvormingsfunctie. Hierbij gaat het om doorgeven van kritiek op politici of op overheidsbeleid. Bijvoorbeeld dat er in het meest recente kabinet maar 3 vrouwen zaten en 9 mannen. De controlerende functie. De naam zegt het al. De media die houden de overheid in de gaten. Belofte maakt schuld immers. Populaire consumentenprogramma's zoals Radar en Kassa besteden bijvoorbeeld veel aandacht aan of de overheid zijn eigen regels wel nakomt en of dat goed wordt gedaan. Op deze manier houden de media de overheid bij de les. De spreekbuisfunctie. Hierbij worden meningen doorgegeven via de media. Bijvoorbeeld van een belangengroep zoals de ANWB, over een onderwerp zoals de kilometerheffing. Er zijn enkele theorieën over de invloed van de media. Ten eerste is daar de injectienaaltheorie. Hierbij gaat het erom dat jij als kijker, gebruiker van de media, letterlijk de mening van de media overneemt. Je krijgt hem als het ware geïnjecteerd. Je denkt er dus zelf niet over na, maar je neemt het letterlijk over. De tweede is de agendatheorie. Zie het net als je eigen agenda op school. De docenten bepalen wat erin hoort te staan, maar uiteindelijk bepaal je zelf wat je daarvan doet of wat je eraan doet. Zo is het ook met de agendatheorie over media. De media bepalen wat de onderwerpen zijn, maar je bepaalt zelf wat je ermee doet. Bij de selectieve perceptietheorie kies je zelf wat jou interesseert en vorm je daar zelf je mening over. De rest laat je gewoon links liggen. Als burger kun je op allerlei manieren invloed op de politiek uitoefenen. Zo kun je natuurlijk gaan stemmen, je hebt het spreekrecht, je kunt lid worden van een politieke partij, je kunt ook een politieke partij oprichten. Contact met politici zoeken, je kunt een verzoek indienen, je kunt ook een klacht indienen. Je kunt media natuurlijk inschakelen, lid worden van een pressiegroep, je kunt gaan demonstreren, een handtekeningenactie houden, naar de nationale ombudsman gaan en natuurlijk naar de rechter, want we leven immers in een rechtsstaat. Pressiegroepen. Pressiegroepen proberen druk uit te oefenen op politici. We kennen verschillende soorten pressiegroepen. De belangengroep. Ze komen op voor
de belangen van één bepaalde groep. Een belang is iets waar je voordeel bij hebt. Bijvoorbeeld dus voor de huurders. Ze zullen dus alleen kijken naar voordelen voor huurders en niet bijvoorbeeld voor mensen met een koopwoning. Dan heb je de actiegroep. Die zet zich korte tijd in voor een duidelijk probleem. In dit voorbeeld gaat het om windmolens. Dus stel er wordt besloten dat de windmolens er niet komen, dan heeft de actiegroep zijn doel bereikt en houdt die op te bestaan. En dan heb je nog actieorganisaties. Die zetten zich langere tijd in voor een duidelijk probleem, zoals bijvoorbeeld Greenpeace. Deze problemen zijn vaak ook niet snel op te lossen, vandaar ook dat het automatisch een langere tijd duurt. In het geval van Greenpeace gaat het dus om het milieu. Maar hoe oefenen pressiegroepen nou macht uit? Ten eerste hebben ze vaak veel kennis in huis. En kennis is macht. Als je namelijk veel kennis hebt, is het makkelijker om de ander te overtuigen. Ze hebben makkelijke toegang tot de media. Ze zijn vaak goed georganiseerd. En daardoor is het makkelijker voor hun om in het nieuws te komen dan als jij als burger alleen iets wilt gaan doen. De grootte van de groep is erg belangrijk. Hoe meer mensen samen, hoe meer macht je hebt. Want hoe meer kiezers je immers ook vertegenwoordigt. Ze hebben vaak ook een aanzienlijke hoeveelheid geld. Ze kunnen bijvoorbeeld ook acties betalen. Ze hebben vaak een bepaald charisma. Charisma is de uitstraling die je hebt. En ze worden vaak gevraagd voor in besturen of adviesorganen.